Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is vandaag Chris Opdam. Chris, je bent van Betty Blocks en nog een aantal andere bedrijven. Maar we hebben het vanavond in eerste instantie even over Betty Blocks. Wat doen jullie? Wij zijn een platform waarmee je zonder kennis van programmeren nog steeds applicaties kan maken. Zowel voor mobiel als desktop. Daar hou ik altijd ontzettend van. En het is vaak een prachtige belofte. En als je dan het gaat proberen, dan denk je, ja, het blijft bij de belofte. Wat maakt jullie zeg maar beter dan de belofte die ik ken? Ik denk wat wel van belang is om onderscheid tussen te maken, is dat wij zijn uiteindelijk gericht op zakelijke toepassingen. Dus het is niet de bedoeling dat je als consument een applicatie gaat maken en je komt echt letterlijk van de bank afvallen en je denkt, ik maak even een app. Bij ons is het wel, zijn het mensen die ergens al affiniteit hebben met applicaties. Maar wat uiteindelijk wel van belang is, is gewoon door blijven ontwikkelen en steeds eenvoudiger worden. Dus dat is wel waar wij ons onderscheiden van anderen, is dat we op een hoog tempo door het product doorontwikkelen. Waardoor we de belofte steeds meer kunnen invullen. Even één stapje terug, want wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen? Voor wie aan die ene zin niet genoeg heeft? Want 99,99% van de mensen kan niet programmeren. Moet ik me een soort WordPress voorstellen, maar dan voor mobiele applicaties? Want ik kan niet programmeren, maar ik kan wel een website maken met WordPress. Ja, nou, als jij met WordPress in staat bent om een applicatie in elkaar te zetten, dan betekent dat ook dat je een beetje gevoel hebt bij hoe dat soort systemen werken. Dan zou je het met ons systeem en onze documentatie ook moeten kunnen. Ja. Maar in essentie hebben jullie ook zoiets. Dus met templates die je kunt gebruiken, ja. En blocks, dat suggereert ook een beetje bouwblokken, denk ja, ik. Ja, nou, dat is het ook letterlijk, ja. En wat voor dingen kan je daar nou allemaal mee doen? Nou, verschillende soorten applicaties maken. Sommige mensen maken, zoals dat heet, zoals zij dat noemen, customer-facing applicaties. Nou, applicaties, dat kan van alles en nog wat zijn. Dus dat kun je voor Mac of Windows of het is allemaal web allemaal mobiel. Nou, het is allemaal webgebaseerd, dus het kan gewoon in een browser draaien. Dus we maken heel veel portalen, worden op ons platform gemaakt. Waarop je kan inloggen. Crowdfunding-platformen zijn bijvoorbeeld gemaakt. In Nederland een mooi voorbeeld is Simbit. Maar wel altijd in de browser. Ja, dat draait volledig in de browser. Desktop of ook voor mobiel? Ja, het kan ook voor mobiel. En dan kan je gewoon kiezen. Dan kan ik straks eventueel gewoon laten zien dat je gewoon keuze hebt tussen iets maken voor mobiel of iets maken voor desktop. Dan kan je gewoon zaken erop slepen, maar ook de complexe zaken erachter. Uiteindelijk ook gewoon zelf ontwikkelen door middel van visueel modelleren. Maar, want je zegt Simbit. Normaal gesproken het is goed dat je dat zegt. Want je zou normaal gesproken kunnen denken van oké, met zo'n tool kan je een eenvoudige website maken. Maar Simbit is super ingewikkeld. Dus waarom kiezen? En wat je vaak ziet is dat als een partij zelf technische kennis in huis heeft, dat mensen toch eigenlijk het zelf willen bouwen. Ja. Bijvoorbeeld bij zo'n Simbit hebben ze daar niet voor gekozen. Wat is dan de belangrijkste reden? Ja, nou, uiteindelijk is ons platform gaat natuurlijk wel om zelf bouwen. Dus wat je bij ons kan doen is, stel dat je zelf meer controle wil hebben. We hebben ook andere start-ups als klant. Aan de ene kant hebben we grote klanten zoals KPMG bijvoorbeeld, waar consultants voor KPMG een applicatie maken zonder dat ze echt programmeerkennis hebben. Aan de andere kant, wat je ziet bij start-ups veel, is dat ze vaak wel affiniteit hebben en weten hoe hun eigen app of hun eigen nieuwe start-up website eruit moet komen zien, hun applicatie. Maar ze die niet helemaal kunnen maken. En wat ze dan met ons platform in samenwerking met een van onze partners kunnen doen, is dat die partner maakt een begin. En die start-up eigenaar zelf, die kan zelf verder eventueel doorontwikkelen. En die ziet ook wat er gebeurt. Terwijl als iemand aan het programmeren is, dan kijk je naar 60 pagina's code en dan denk je, ik weet niet of het klopt. Ja. Zoals je bij visueel modelleren meekijkt, dan zeg je, hey, dat lijkt me heel raar. Want je kan het wel lezen en je kan het relatief makkelijk ook zelf namaken. Ja. Dus de combinatie is heel sterk. Nu krijg ik gelijk de behoefte om het inderdaad even te zien. Kun jij laten zien hoe dat werkt? Ik kan je uiteraard even wat laten zien, ja. Want dat visueel modelleren, daar ben ik eigenlijk al heel erg in geïnteresseerd. Dat betekent volgens mij dat je gewoon dingen visueel maakt. Ja. Want dat is nou ook het probleem, vind ik altijd. Ik denk altijd, als ik normaal programmeurs aan het werk zie, dan denk ik, dat moet toch anders kunnen. Dat zwarte scherm met die groene letters, die rode letters, et cetera, dat zou toch... Ja, dus programmeurs zijn er gek op. Ik ben zelf een programmeur qua achtergrond, dus... Dat jij houdt er ook van. Ik snap waar het enthousiasme vandaan komt. Maar wat je ziet, en dat voorspellen ook de grote analistenpartijen ook, is dat er voor heel veel software, business-to-business software, programmeren eigenlijk te veel tijd kost. En dat je hebt software sneller nodig. Dus je moet het ook sneller kunnen maken. Dus ik weet niet of ik kan eventueel wat laten zien. Ja, laat maar zien. Schrijf het gewoon heel goed. Waar we nu naar kijken, dit is onze omgeving. We draaien volledig in een browser, zoals je kan zien. Dus dit was al een preview waar ik naar keek. Dus je kan hier zien, alle componenten, ik heb even een voorbeeldje gepakt. Hier zie je een eenvoudige mobiele applicatie. En als ik linksboven op play druk, dan kan je zien hoe die ook daadwerkelijk toont. Dan kan je hem ook bedienen.
En dan zie je dat je hier gewoon verschillende tabbladen hebt om een mobiele applicatie te maken. Nou, dan kan je ook heel makkelijk wat aan toevoegen. Stel dat ik hier nu, we hebben een component dat heet bijvoorbeeld een kaart. Ik kan hier zo een kaart, kijken of mijn muis een beetje mee wil werken. Ja. Dan kan ik er een kaart op plaatsen. Nou, ik heb hem nog niet helemaal op de juiste plek. Dan kan ik hem weer verplaatsen. Als ik dat wil. En dan zet ik hem, waar ik hem daadwerkelijk neer wil zetten, maakt op zich niet zoveel uit. Als ik dan de tekst wil wijzigen, kan ik gewoon hier zelf nu een welkomtekst neerzetten bijvoorbeeld. En zo kan je zaken met drag and drop eenvoudig wijzigen. Je ziet bijvoorbeeld hier, dit is een lijst en hier komt ook data vandaan. Dus ik heb hier al ingesteld dat als ik hier nu naar deze lijst toe ga, kan ik hier, even kijken of ik de goede ingesteld heb. Kan ik hier, altijd even lastig als je live en demo bent. Hier zijn we. Ja, dat nou, je kan hier bij collectie kan je zien dat ik een collectie heb toegevoegd. Nou, en als ik dan op play druk, dan zal je zien dat automatisch deze lijst gevuld wordt. Dus hier heb je nu Betty Blocks en wordt automatisch de lijst gevuld. Nou, en die kan je dan doorheen zoeken, kan je weer proberen. Nou, door middel van dit soort drag-and-drop dingen kan je de interface maken. Dat spreekt redelijk voor zich bij mensen altijd. Maar je kan ook door middel van acties kan je bijvoorbeeld iets doen. Dus je kan hier een webservice aanroepen. En dan zie je hier dat het echt visueel modelleren is. Dus ik roep hier een webservice aan. En daar lees ik een weblogartikel in. En dan zie ik hier een loopje. En al die items worden alle auteurs van dat, weblog worden uitgelezen. Nou, dat ziet er bijvoorbeeld zo uit. En door middel van al deze dingen combineren, kan je eigenlijk zelf een applicatie maken. Ja, hoe lang zijn jullie dit al aan doen? Het bedrijf bestaat sinds 2012. Alleen het product zelf is eigenlijk al iets ouder. Dat we het eerst intern hebben gebruikt bij ons Matrix softwarebedrijf, wat we ook hebben. En dat hebben we in 2012 hebben we dat als product gelanceerd. Ja, en jullie groeien ongelooflijk hard. Hoe denk je dat dat komt? Ik denk in eerste instantie hebben we heel veel enthousiaste gebruikers. Ja. Ja. Dus dat helpt ook enorm. Maar los daarvan, je zei net al een paar dingen, software maken of sites of applicaties bouwen kost gewoon te veel tijd. Ja. Maar zie je ook andere trends in jouw klanten? Dat weet ik veel, willen ze geen ontwikkelafdelingen meer? Besteden ze dit soort dingen liever uit? Wat je juist ziet is dat de typische developer qua rol aan het veranderen is. De clichébeeld is iemand met een paardenstaart in een kelder of in een zolder. Licht autistisch. Die het licht niet ziet, zeg maar. Dat is al best wel veranderd door middel van een koptelefoon op. Je moet tegenwoordig in Scrum teams meedraaien, dus je moet kunnen communiceren. Nou, dat is redelijk gebruikelijk. Maar wat je nog meer ziet is wat mensen de citizen developer noemen. Dat is iemand die bijvoorbeeld op de marketingafdeling werkt en die dus met WordPress zelf een applicatie in elkaar of een website in elkaar zet. En nu denkt, ik moet nu een eenvoudig formulier online zetten voor mijn klanten of ik moet een bepaalde aanvraag laten doen. Ja, ik wil dit gewoon zelf regelen. En die trend, daar zijn we heel erg druk mee bezig en daar krijgen we heel veel enthousiaste reacties op. Waardoor je daarmee eigenlijk innovatie meer kan bewerkstelligen in organisaties. Dus eigenlijk democratiseert het ook gewoon het digitale instrumentarium. Dat is eigenlijk wat je zegt. Het is wel leuk dat je ook dat woord gebruikt. Wij zeggen ook het democratiseren van softwareontwikkeling. Het beschikbaar maken voor iedereen. En daar moeten we nog heel veel stappen in zetten om het echt voor iedereen te zetten. Maar wij kunnen het ook al meer eenvoudig aanbieden. Ja, dat vind ik wel mooi om dat soort parallellen te trekken. Want we hebben het hier aan tafel natuurlijk heel vaak over wat die digitalisering doet. Hè. En jij benoemt er nu eentje in de softwareontwikkeling zelf. Maar die democratisering hebben we natuurlijk overal gezien. Erwin refereert vaak aan bijvoorbeeld de tools die je nodig hebt om muziek te maken. Ja, vroeger had je 10, zo niet 100.000 euro's nodig om een complete studio neer te zetten. Ja, tegenwoordig... Zit dat hier gratis in? Zit dat in je iPad gratis of anders voor een paar tientjes? Dus daar ligt het nooit meer aan. Nee, ik denk dat je dat dus hetzelfde ziet in IT ook. Ja. Je zag het in cloud bijvoorbeeld. Vroeger had je allemaal servers nodig, stond op locatie. Ja. Tegenwoordig neem je een abonnement bij Amazon Web Services en je denkt nergens meer over na. Ja. En ik denk dat software en softwareontwikkeling daarin een hele logische volgende stap is. En eigenlijk eerder ook nog de ontbrekende schakel. Want we kunnen alles heel eenvoudig doen, behalve het belangrijkste en dat is de software zelf. Ja. Dat is eigenlijk heel raar. Ja. Nee, maar wat ik zei, de belofte was er eigenlijk al, was er al best wel lang. Hè? Want we hebben het al vaker gehoord en gezien. Wat maakte dat jullie het zijn gaan doen? Dachten jullie simpelweg, we zien anderen het wel proberen, maar dat kan veel beter? Was dat de reden? Of kwam je klanten tegen die zeiden van we hebben wel budget, maar niet om dat allemaal op maat te maken? Nou, de reden die ergens verder achter zit is dat ik ben samen met mijn broer al 15 jaar bezig met de verschillende bedrijven. En ik zat altijd meer aan de softwareontwikkeling kant en aan sales en dergelijke. Ik probeerde dat uiteindelijk te verkopen. En mijn broer die was bezig om de administratie en de hele operatie op orde te krijgen.
En die was elke keer, had hij eigenlijk een tool nodig. En er was ook nooit een tool die paste. En dan moest hij het aan mij vragen, wil je het even aanpassen, want zo werkt het niet. Ja. En zo gingen we eigenlijk de tool verder vereenvoudigen. Dus jij hebt het voor je broer gebouwd. Dus eigenlijk hebben we dit voor mijn broer gebruikt en gemaakt. En die gebruikt het ook nog steeds met veel plezier. En daar is het eigenlijk in de basis uit vandaan gekomen. En wat je ook ziet is dat wij eigenlijk het vereenvoudigen steeds een overtreffende trap hebben gekozen. Andere producten die kiezen ervoor om de bestaande ontwikkelaar, zeg maar het coderen te versnellen. En wij hebben gewoon altijd gezegd, ja, je moet het coderen compleet overslaan. En dus ook niet eens toestaan, waardoor wij, zoals wij dat noemen, een no-code platform zijn. Waar andere mensen ook coderen toestaan. Waardoor het opeens heel stuk ingewikkelder wordt om ook echt iets mee te doen. Hey, dus die keuze helpt. Ja, iets eenvoudig maken is heel ingewikkeld. Wat voor deskundigheid hebben jullie daar? Jullie zijn al een behoorlijk groot bedrijf inmiddels. Meer dan 100 man hebben jullie werken. Wat voor deskundigheid hebben jullie daarvoor in huis gehaald die je zelf niet had? Voor het vereenvoudigen bedoel je? Nou ja, dat weet je. Iets ingewikkelds eenvoudig maken, dat is een complex proces. Ja. Ja, dus de interfaces moeten intuïtief voelen, et cetera. Als jij zegt, we zijn zelf begonnen te ontwikkelen, misschien kan je het allemaal zelf hoor. Dat zou ook kunnen. Misschien is het helemaal niet nodig geweest om externe deskundigheid binnen te halen. Nou, ik denk dat je op zich wel een goed punt raakt. Want als je kijkt naar de ontwikkelaars van ons platform, die hebben allemaal de mindset van een ontwikkelaar. Ja. Dus die maken het op die opzet. En juist zeg maar, de mensen die bij ons vanuit productontwikkeling bezig zijn en interactieontwerp, die hebben helemaal niks met softwareontwikkeling. Dus die vragen steeds, als ze iets voorstellen, zegt de programmeur, ja, dat moet meer X of Y. En die vraagt nog steeds, waarom is dat? Dus het challengen onderling van elkaar is enorm van belang. Dus je moet echt mensen eruit vandaan erbij trekken die compleet andere denkbeelden hebben. Een mooi voorbeeld altijd van Apple was dat Steve Jobs altijd zei dat hij liever kunstenaars ging werken, omdat die continu out of the box aan het denken waren. En wij hebben dan helaas geen echte kunstenaar aan ons verbonden. Maar als je ziet naar mensen die met interactie bezig zijn, ja, die hebben dezelfde mindset. En dat is wel heel erg van belang om zaken eenvoudig te maken. Want ik ben in de basis ook weer een programmeur. En zo moeten we niet denken. Nee. Kun je een beetje aangeven hoe groot jullie nu zijn? Niet alleen zeg maar van hoeveel mensen bij je werken, maar hoeveel partijen werken nu met jullie software? Ja, werken honderden partijen werken met onze software. En we hebben in totaal al, ik denk, 3000 developers die op ons platform actief zijn. We zijn internationaal, zeker in 2017, flink doorgegroeid. Dus we hebben nu 2 kantoren in de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk. We zijn in Duitsland bezig en we hebben recent een nieuwe partnership gesloten in Japan. Dus we proberen echt ook een globale speler te zijn, omdat we denken dat je als platform eigenlijk alleen maar kan werken als je, laten we zeggen, een top 5 speler wordt. Of gewoon de nummer 1 speler in het no-code segment. Omdat je anders te veel in de niche blijft hangen. En wat zijn jullie concurrenten? Wat zijn partijen waar je naar kijkt die ook goed bezig zijn op dit gebied? Nou, we hebben internationale Salesforce is een partij die officieel bij ons in dezelfde markt zit. Met Force.com. Gartner heeft een Magic Quadrant waar wij ook in staan. Dus dat betekent dat wij van de top 14 spelers. Nou, even dat weet, ken niet iedereen Gartner. Gartner is een belangrijk onderzoeksbureau. Ja. Aan ranking doet of belangrijke spelers op een rijtje zet. En jullie zitten in dat gouden kwadrant in een categorie die ik niet helemaal begreep. Nou ja, het heet het Magic Quadrant, heet het. Ik vind hem ook eerlijk gezegd. Hij is magisch omdat hij soms niet in de grond is, denk ik. Maar in welke categorie was het nou ook weer? Nou, wij zitten in de High Productivity Platform as a Service. As a Service, precies. Ja, en dit is HPAPA's, dus die afkortingen zijn niet in de gronden. Ja. Maar wel heel belangrijk, want zij zijn gezaghebbend, toonaangevend. Ja. Dat heeft jullie enorm geholpen, denk ik. Dat heeft ons zeker geholpen, ja. Ja, ja, dus internationaal helpt dat ook heel goed. En je ziet ook gewoon bij de grote corporates van deze wereld, die kijken er ook naar. En dan is het een soort van seal of approval. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. En Salesforce staat daar zeg maar stijf bovenaan met Force.com. Ja. Maar uiteindelijk zie je dat toch best wel allemaal CRM georiënteerd is. En bij ons kun je echt vanaf nul applicaties maken. Dus daar zie je dat er wel echt wel wat te kiezen valt. En er zijn ook spelers zoals Oracle staan er ook in. Waarvan wij dan niet zo goed weten hoe die precies vergelijken tot de anderen. Dus het is niet altijd helemaal goed te duiden. Maar we zijn heel blij dat wij er als relatief kleine partij tussen die grote partijen al toegevoegd zijn. Dan noemen ze een paar klanten in Nederland die dingen op jullie platform hebben draaien die je mooi vindt, waar je trots op bent. Nou ja, we zijn bij KPMG zijn we al een tijdje bezig. En wat ik vooral daar leuk vind is dat ze daar eigenlijk zonder programmeurs daar een heel systeem maken. En gewoon door middel van onze training
En door zelf veel te proberen daarmee aan de slag gaan. Een systeem op welk gebied? Ja, dat is dan heel erg intern gericht. Dus dat is innovatieve projecten te administreren en goed te keuren. Ja. Dat is meer een soort workflow tool. Ja. Aan de andere kant, Tele2 in Nederland gebruikt het binnen hun partnernetwerk, waar ze een partnerportaal gemaakt hebben. Nou, dat zijn klanten waar we heel blij mee zijn. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook met Simbit, die ik al eerder noemde. Dat is een klant eigenlijk vanaf het eerste uur. Wat super cool is, alleen al dat concept zijn ze vernieuwend mee geweest, maar ze hebben ook de techniek daarmee ook vernieuwend opgepakt. Dus dat is ook eentje die we graag noemen. En zo zijn we met heel veel verschillende bedrijven bezig. Dus, ik kom nog even terug op die vraag van Erwin van net, concurrentie. Kijk, als je zo snel kunt groeien en internationaal zo je vleugels kunt uitslaan, dan doen jullie iets ontzettend goed. Wat doen jullie nou beter dan al die anderen? Want Salesforce, snap ik, die zitten heel erg op die CRM. Weet je wel? Dus ja, als je maar niet alleen op CRM zit, dan onderscheid je je. Maar wat is jullie echte onderscheidend vermogen? Nou, ik denk dat het een combinatie is tussen het product wat we bieden, maar ook dat we als organisatie steeds meer volwassen worden om het ook aan de man te kunnen brengen. Kijk, het type platform wat wij zijn. Het product ben ik vooral in geïnteresseerd. Wat is er zo bijzonder aan? Is het gebruiksvriendelijkheid, de stabiliteit? Is het, wat is het? Nou, wat we eigenlijk proberen te doen is gebruiksvriendelijkheid te brengen, niet alleen in de interface, dus dat je heel makkelijk kan klikken, maar dat het up and running krijgen van een applicatie ook eenvoudig is. Dus wat je normaal moet doen als je gaat programmeren, dan moet je eerst een toolkit downloaden. Die moet je installeren op je laptop en dan moet je het leren. Maar bij ons werkt het alleen maar door gewoon naar een URL toe te gaan, je aan te melden en dan kan je beginnen. Dus dat is al één slag waarmee je zeg maar een stuk laagdrempeliger bent dan andere partijen bijvoorbeeld. Je hoeft niks te downloaden, je gaat gewoon in de browser gelijk aan de gang. Ja. En als je applicatie klaar is, staat het al in de cloud. Dus je hoeft ook niet die applicatie ergens op een server te zetten, waardoor je weer een drempel wegneemt en je dus alleen maar bezig bent met die applicatie. Als je in WordPress, om de vergelijking te maken, een applicatie maakt, dan heb je kans dat je dat lokaal misschien doet en dan zet je het op een server van WordPress. Terwijl de moderne variant is, je gaat naar een WordPress online omgeving en je doet helemaal online, dan draait die website ook gelijk. En zo werkt dat bij ons ook. Maar dat is binnen de markt best wel speciaal, omdat mensen gewend zijn om applicaties altijd op servers te zetten. Terwijl ze zeggen, ja, waarom zou je daar in deze cloud-tijd die je nou nog druk om moeten maken? Ja. Dat is een heel belangrijk verschil. Hey, ik weet niet of het een concurrent is, hoor, maar ik ben erg gefascineerd door dit soort dingen, want ik had eigenlijk graag in mijn volgend leven wil ik gewoon een goede programmeur zijn. Zolang ik dat niet ben, zoek ik naar tools die mij kunnen helpen. Eentje die ik tegenkwam zelf is een tool die heet Bubble. Zit dat wat jou betreft? Ja, dat zit ongeveer in dezelfde hoek. Ja, je kan dat redelijk vergelijken. Bubble zit heel erg in de consumentenkant, zeg maar. En je ziet, daar werken veel ZZP'ers op. Ja. En het is meer om proof of concept te maken. Zo presenteren ze het zelf ook. En wij zijn iets meer op een zeg maar, wat hoger segment en ook meer bedoeld om echt productieapplicaties mee te maken. En dat is met Bubble is het net iets te beperkt voor. Ja. Maar wij kijken ook naar tools zoals Bubble om ook weer te leren hoe hun gebruiksvriendelijkheid weer verder doorvoeren. Ja. Dus dat is zeker een tool die we kennen en waar we naar kijken. Ja. Hey, met al die internationale uitrol, kantoren in Amerika, Engeland, Japan ben je nu bezig. Ik las ergens dat jullie dat allemaal zelf financieren. Ja, tot dat op heden. Investeerders aan boord hebt. Dat klopt, ja. We hebben op dit moment geen. Hoe doe je dat in godsnaam? Want nou ja, ten eerste, ik hoor altijd van iedereen. In Noord-Holland doen ze dat gewoon allemaal zelf. In Opdam. Want daar in Opdam kan dat. Nee, allemaal. Maar ik hoor altijd dat met name als jij de stap wil maken van Nederland internationaal. Dat hebben jullie de afgelopen jaren heel succesvol gedaan. Dat kost ongelooflijk veel geld. Ja. Nou ja, ten eerste bestaan we al wat langer. En we hebben ook een groep van bedrijven waar we zeg maar gemeenschappelijk het succes kunnen creëren. Dus dat betekent ook eigenlijk dat we ruimte hebben om dit te doen. En altijd ook gedaan hebben. Omdat we niet vanaf nul begonnen zijn, zeg maar. En dat scheelt al. En daarnaast de ondernemerservaring die ik en mijn broer hebben, neem je erin mee. Waardoor je gewoon heel pragmatisch aan de slag kan. Je zou het in het Engels bootstrap kunnen noemen. Ja. Maar ja, eigenlijk hier ook in Amsterdam / Noord-Holland vinden we gewoon normaal starten. En eerst eens even kijken of je succes krijgt in plaats van gelijk 100 man aan te nemen. Ja, dus ja, is gewoon klanten die betalen. Ja, is klanten die betalen. Je hoeft niet gelijk een kantoor op het Damrak. Nee, dat klopt. 10 jaar in Opdam blijven zitten. Inderdaad, ja, we gaan volgende week verhuizen naar Alkmaar. We hebben 15 jaar in Opdam gezeten. Ik denk inderdaad dat onze kantoorlasten iets lager zijn. Dus daar kan je waarschijnlijk weer iemand van aannemen. En zo probeer je het altijd pragmatisch te doen. Ja. We hebben nu wel sinds november vorig jaar
via de ING een nieuwe ronde van financiering opgehaald. Alleen dat is een lening. Dat is eigenlijk best wel speciaal bij ons in de, laten we zeggen, in de start-up scene. Want iedereen haalt extern kapitaal op. Ja. Door middel van een investering ergens bij een VC. Wij hebben dat nu nog niet gedaan, omdat wij ook in deze fase gewoon onze eigenwijze keuzes willen blijven kunnen maken. Gewoon 100% van de aandelen. Wij hebben nog met z'n tweeën 100% van de aandelen. Ja, gaaf hoor. Ja. Ja. En ja, ik, iedereen uiteindelijk... 50? Of? Ja, dat klopt, ja. Ja, 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 ja. Ja, dat kan ook recipe for disaster zijn, hè? Ja, maar ja, na 15 jaar, dan heb je alle ruzies al een keer gedaan. Dus ik heb een keer twee ondernemers moeten helpen die allebei 50% hadden en rollenbollend over straat gingen. En dan kan het is bij ons ook broers, andere, in andere situaties geen broers, maar er kan altijd wel een mooie padstelling ontstaan. Als je het we zijn ooit met vier ondernemers begonnen en uiteindelijk zijn mijn broer en ik met z'n tweeën overgebleven. Ja. Soms denk ik wel dat we de rest weggepest hebben of iets dergelijks. Maar, ik kan een broer niet ontbroeren, zeg ik altijd. Weet je, een vriend kan je ontvrienden. En dat is onaantastbaar. Dan moet je wel heel erg je best doen om je broer nooit... Ze zijn er wel, hoor. Wij houden heel erg van familiebedrijven. Ja. Je, omdat vaak zit hij er ook op een andere manier, op de lange termijn. Ik wil niet zeggen dat dat... Ja, maar zo herkenbaar. Maar zit op de lange termijn er anders in. Ja. Ja, onze moeder werkt ook al heel lang bij ons. Oh ja, echt en we hebben drie neven in dienst. Ja? Dus wij vinden onszelf ook echt een familiebedrijf. Ja, maar dat ben je ook als je zelf het financiert. En, ja, zeker. Ja. En dat betekent ook niet... Kijk, wij zijn er fan van, maar we hebben hier natuurlijk aan tafel heel veel opportunisten. Mensen die, weet je wel, snel geld verdienen. Die eigenlijk de champagne opentrekken als ze een investering hebben opgehaald. En, wij vinden dat soms wat vroeg, laat ik het maar zo zeggen. Dat is aan de vroege kant. Daar houden we ook van. Nee, maar dat een beetje bravoure is niks mis mee, maar daarna moet je het bewijzen. En wij moeten altijd oppassen en we hebben er altijd... Ik vind het wel mooi als mensen al iets heel moois doen en dan weet je wel, groeigeld gaan binnenhalen. Weet je, dat vind ik mooi. Maar voordat je überhaupt iets hebt, vind ik soms lastig. Dan denk ik van ja... maar goed, dat is tegenwoordig heel erg de huidige tijd. Dus ik vind het altijd mooi als mensen het bouwen zoals jullie het bouwen. Je refereerde net aan, dat vind ik een interessant thema, dat je ondernemerservaring je ook helpt bij zoiets als een internationale uitrol. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk dat je op een bepaald moment ook een beetje zelfvertrouwen hebt gekregen in dat als je gewoon je eigen plan uitvoert, dan heb je gelukkig al genoeg succes gehad in andere vormen, dat je denkt, oké, als het verkeerd gaat, verzin ik of een andere oplossing, of dit is gewoon onze manier en dit is misschien niet de standaard manier. Zoals wij die lening hebben en niet een externe financier op een andere manier. Ja, dan zegt iedereen van, is dat nou wel handig? Maar dan denken wij, wij willen dit graag en dat doen we. En dat is ook gewoon de ervaring die je als ondernemer hebt opgedaan. Dat je blijkbaar als je je eigen keuzes blijft maken en daarachter blijft staan, dan creëer je dat ook je eigen vorm van succes. En dat merk je nu in het buitenland ook. He, dan kan je daar naar allemaal incubatorruimtes gaan in New York of weet ik veel wat. Ja. En wij pakken dat gewoon heel pragmatisch aan. Ja, dus hoe doe je dat dan anders? Want daar ga je dus niet heen? Nee, daar gaan we niet heen. Dus wij hebben gewoon, de eerste mensen zijn gewoon uit huis gestart. Geen kantoor. Ja. Ook niet ergens in downtown San Francisco. Nee, gewoon ergens in een dorpje, letterlijk, waar de eerste hire werkte. En toen bleek dat de tweede, gingen we die zoeken in de buurt. Want ja, ze moesten elkaar wel af en toe bij elkaar in de buurt zitten, zeg maar. Ja, ja. Nou, die woonden op 40 minuten afstand. En bleek dat elke dag wel wat veel. Dus die zitten 3 dagen per week bij elkaar. Nou, als je dat heel officieel gaat oppakken, dan pak je een rollout plan. En moet je zoveel drillen en weet ik veel wat. De enige belangrijkste reden, wat wij altijd doen, is dat in week 2 of 3 moet altijd iedereen naar Nederland komen. Die moet gewoon een week in Nederland meedraaien. Die moet mee naar de kroeg. Die moet mee uit eten. Die moet helemaal meedraaien. De kermis van Opdam in september. In november of augustus. Maar dat geldt voor al jullie internationale personeel komt in week 2 of 3 naar... Ja, dat is altijd, Jullie zeggen wel cultuur. Ze moeten jullie cultuur wel leren... Ja, en we proberen ook heel erg... Kijk, je ziet bij andere van de spelers, sommige spelers, Nederlandse spelers, die gaan dan naar de Verenigde Staten en die worden dan opeens een Amerikaans bedrijf. Ja. Dan zie ik ergens staan en dan staat er ook US achter. Dan denk ik, jullie komen toch uit Rotterdam, denk ik dan. Ja. Nou, dat kan ook en dat zal ongetwijfeld ook helpen. Maar daar zijn we dan, daar gaan wij gewoon niet in mee. Totdat iemand zegt dat het echt niet anders kan. En dan wachten we nog een jaar. Want ja, we willen gewoon ook in de Verenigde Staten een Nederlands bedrijf zijn. En misschien remt dat iets af. Maar hoe lastig is het dan? Want ik hoor altijd, Silicon Valley, daar moet je echt voor goede huizen komen om goede mensen... aan te nemen. Dan moet je vooral daar niet gaan zitten. Dan moet je een campus hebben en dan moet iedereen wil met bussen van huis gehaald worden en weet ik wat allemaal als je naar de wat ze daar allemaal doen. En jullie gaan gewoon ergens achteraf in een dorpje zitten. Hoe vind je dan je mensen? LinkedIn.
LinkedIn. Ja, het is eigenlijk niet heel, het is eigenlijk niet heel ingewikkeld. Kijk, de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten is wel wat anders. Ik vind het wel heel mooi pragmatisch eigenlijk. Ja, maar anders. Maar toen bleek dat we een nieuwe persoon vonden die, eigenlijk, die we bij Team wilden toevoegen. En die zat in Atlanta. En toen zeiden we, nou, dan doen we het gewoon in Atlanta weer hetzelfde. Dan zoeken we gewoon in Atlanta, rond Atlanta weer mensen. En nu hebben we twee kantoren. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat past allemaal niet. Maar we zitten nu ook in de fase dat we denken, ja, we gaan gewoon proberen. En op het moment dat we zien hoe het gaat, ja, dan of wat wel werkt en wat niet werkt. En dan maak je daar gewoon je keuzes in. Dus ja, of dat nou echt zo super speciaal is, weet ik niet. Maar het is op zijn minst altijd gewoon heel pragmatisch. En ja. Je vindt dan ook mensen die net zo pragmatisch aan het werk zijn. Dus je hebt geen veel eisende salesmen. Er zijn allemaal mensen die letterlijk zei, een van onze salesmen zei daar, ja, maar ik heb mijn target nu wel gehaald, maar ik vind ook oké als ik de helft van mijn bonus krijg. Want ik vind eigenlijk dat het niet helemaal in verhouding stond. Nou, dat viel ik bijna van mijn stoel. Ik dacht, een Amerikaan die zijn bonus een stukje wil inleveren. Wat is dit, zeg maar? Maar dat kwam omdat hij ook gewoon meegaat in onze cultuur. En denkt, ja. Ja, we zijn hier bezig om voor de komende 5 jaar iets neer te zetten, niet voor deze ene maand. Ja. Nou ja, en die persoon kreeg er van ons weer respect voor. En hij was weer super gemotiveerd, desondanks. Dus ja, je moet uiteindelijk, denk ik, die cultuur over de hele wereld is heel erg belangrijk om hetzelfde te houden. Ja. Alleen hoe dat moet, weten we ook niet echt, maar daarom halen we ze hierheen en zitten we daar veel. Ja, en het is voor jullie heel erg trial and error en niet te veel naar anderen kijken. Dat is ja, ik ja, wel kijken en dan nog je eigen plan trekken, zeg maar. Ja. Hey, we hebben afgesproken dat we een half uurtje doen hier. Dan zitten we eigenlijk alweer op, wat doodzonde is natuurlijk. Maar ik wil nog even één vraag aan jou stellen. Je hebt aangegeven, hè, we willen zeg maar dit gebied in die top van de wereld behoren. Dat is één uitdaging. Maar het is een ingewikkelde, maar ook een eenvoudig te formuleren. Ja. Op het andere stuk, als ik naar het technische stuk kan, jij zegt van, hey, ik ben zeg maar programmeur. Jullie zijn bezig om dingen eenvoudig te maken voor de rest van de wereld, voor de niet-programmeurs. Wanneer ben jij tevreden op dat gebied? Wat zijn daar je ambities? Ja, we hebben een soort van Big Hairy Audacious Goal voor 2023, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, hebben we geformuleerd. Waarin we letterlijk zeggen dat gewoon iedereen het moet kunnen. Dus dat we gewoon, maakt niet uit, als je een computer kan bedienen en je weet wat je wil maken, want dat is met alles wat je creëert lastig natuurlijk, als je niet weet wat je wil maken, dan moet iedereen dat kunnen. En daar zijn we heel druk mee bezig. En we hebben wel al het vertrouwen in dat we dat goed voor elkaar gaan krijgen. Want we zien dat productontwikkeling nu heel snel gaat. En dat we vooral door het hergebruiken, dus al die blokken die we hebben, we juist ook het eenvoudiger kunnen maken. Tot op het moment dat je een mobiele applicatie wil maken wat een CRM-systeem is, pak je gewoon een CRM-systeempje en gooi je weg wat je niet meer nodig hebt. Dat is net zoals met boetseren, met klei. Je begint met het grootste en haal je weg totdat je iets moois over hebt. En met software was het altijd lastig, want je begon andersom. Yep. Maar als je juist kan beginnen met iets wat iets is, kan je er iets opzetten en er iets afhalen. Ja. En wij denken dat uiteindelijk de stap tot gebruiksvriendelijkheid is. Ja, wie is de architect van dit hele verhaal? De mentale architect, bedoel ik. Wie overziet jullie product? Ja, ben jij dat? Het enige juiste antwoord is dat het is een team effort natuurlijk. Ja, heel goed. Nee, ja, dat is iets waar wij... Heb je een startup bootcamp gedaan? nee, dat niet. Nee, en uiteindelijk, ik ben redelijk eigenwijs. Dat zullen mijn collega's redelijk beamen. Dus ik heb daar zelf, omdat ik sta ermee op en ik ga ook mee naar bed. Dus ik heb wel altijd ideeën over. Maar we hebben best wel een goed kernteam met elkaar bedacht vanuit interaction design, product owner. Precies, want je moet op een gegeven moment ook misbaar voor zijn, hè? Ja, ook dat, maar ook moet gewoon ook wel gechallenged worden. En daar kan ik uiteraard nog wat stappen in zetten om daar goed naar te luisteren. Ja. Maar ik heb nu echt het gevoel dat we dat heel goed met elkaar samen doen. Omdat we juist ook de verschillende ideeën moeten hebben. En het is niet alleen een CRISP-product, dat is verre van het geval. Nee. Volgende week, laatste vraag. Betrekken jullie, want Erwin is altijd heel streng op de tijd. Ja, iemand moet streng zijn in deze wereld. Volgende week betrekken jullie een waanzinnig mooi nieuw kantoor in Alkmaar. Met ruimte voor 200 mensen. Je hebt er nu 100, dus daar kun je ingroeien. Ja. Wat wordt daarna het volgende kantoor? Gaat openen? Dat is wel grappig. We hebben 10 jaar geleden ook een kantoor laten bouwen. En toen dachten we dat we het nooit vol zouden... In Opdam, inderdaad. Toen dachten we dat we het nooit vol zouden krijgen. En toen bleek dat na een jaar of 8 dat het vol was. Dus we hebben daar nu bij het tweede pand hebben we erover nagedacht. En we hebben nu een tweede kavel die we al bijgekocht hebben. Waar we een architect gevraagd hebben dat hij het zo kon maken dat hij daar een tweede pand kon neerzetten. Dus het is een soort van, het is herhaalbaar. Ja. Maar ik hoop dat ik daar voorlopig niet over na hoef te denken. Ja, ik ben blij dat ik erin zit, eerlijk gezegd. Ja man, mooi verhaal. Ja. En tegen die, als in die volgende fase, dan ga ik ook graag wat bouwen met jullie...
Steken kan er misschien nu mee aan de slag. Ik haak pas later. Ja, en vanuit de filosofie van het familiebedrijf. Hou vol. Zorg voor je mensen. Zorg dat je het leuk hebt. Ja, dat vind ik mooi. Ja, mocht u nog hier een locatie-uitzending nodig hebben, kunnen altijd bij ons in ons nieuwe kantoor. Nou ja, kijk, je hebt gezien, hè? Prik in de glasvezel. Vind ik hartstikke leuk. Doen we. Goed, jullie allemaal bedankt nu voor het kijken. Kijk je live, blijf dan kijken, want zo direct praten wij natuurlijk verder zoals altijd. Dinsdagavond altijd twee interviews. We bedanken, zoals altijd. Even kijken, de biertjes. Jullie drinken allebei. Heineken, ik drink natuurlijk van onze sponsor Bier & Co. Wij en Stefane. Stekel, ik vind je moet... We moeten gewoon eigenlijk gewoon aan ze vragen of ze andere flesjes voor je hebben. Waar jij dan gewoon je eigen Heineken in mag doen. Nee, maar we wachten op Brooklyn. Brooklyn, die Brooklyn Lager. Die vind ik heel lekker. Brooklyn Lager, die vind jij heel lekker. Ja, die heeft Bier & Co. Dat hebben ze ook, ja. Daar wacht ik op. Daar komen we. Ja. Want oma Spruim vind je niks, toch? Nee, dat is de naam. En PQR, bedrijf dat ervoor zorgt dat de website altijd up and running is. Jetstream uit Groningen voor de livestream. En Freedom Lab vanuit Amsterdam. Vanuit waar wij uitzenden. Zo direct nog een uitzending. Blijf eens kijken als je live kijkt. En kijk je dat niet, dan weet je dat je al weet. Ik weet helemaal niet hoeveel uitzendingen we gedaan hebben. Bijna 7 jaar. De 7 jaar topnames kunt terugzien. Dag.